Van 6 naar 4 op de beeldinglijn dat het wat groot wordt.
helemaal verbeterd. Het is absoluut nog niet zo lang. Nee, zo lang. En dan moeten we een rode bal gaan krijgen. Zien we ontzettend weer aankomen. Want dan gaan we staan terug doen voor een rode bal. Op plek 13 dan. Dat is ineens op de meest overname aan de stoppen van Rommels. En voor die bussen van mij daar. Geen voor Laura. Ze komen zelfs. 13 seconden het verschil. Wijst de computer ons aan. Hier komt Annie Palven afstrommen. Voor Annie Palven. Want de zak komt nog met. Hoe is het af? Ik moet zo nog naar dat plek. Dan kan er ook meedoen voor een podiumplek. Annie Palven. Ik zit er niet meer achter. De zon hier in de vertraagde wering gehad, maar dan krijgen we dat van. Ja, maar ontdekken ze daar iets te onstuimig doorging en dat zijn al verkoop zelfs ging, maar we corrigeerden niet. Dat was door wel iets voor de spieren. Op Ritten met het oversteken. We vragen nu de oversteekplaats op 10 talen. Zeker in de aankomstzone. Vanaf nu de. Proficiat, Laura. Tweede plaats gaat richting Leonie. Bertveld, ook zij goed te bestrijden. Vanaf weer Cornel, proficiat Leonie. En derde plaats, toplost voor Manon Bakker. Ja, inderdaad. De winnares van de Beelbeek, die valt die schone in de snee. Maar nu vandaag een derde goede plaats voor Manon Bakker. En hier dan ook fantastisch gestreden in deze wedstrijd. De dame van de Cyclocross Reds, de 3x7 ploeg van vroeger. Kom aan, Annie.